Ja, dames en heren, zeer merkwaardig verloop van deze Grolsprijs, de grote prijs van Twente. Want hadden zich voor de pauze 5 combinaties gemeld voor de barrage. En deden we op grond van de eerste ervaringen met deze wedstrijd de voorspelling dat er zo'n 12 in de barrage zouden gaan verschijnen. Nou, na de pauze kwam er niemand meer bij. En deze 5 combinaties van voor de pauze, die gaan strijden om onder andere 3 Mercedesen. Pier Giorgio Bucci met Cassallo Z, winnaars van de grote prijs van Outdoor Gelderland. En nu dus grote kanshebber voor de grote prijs van Twente. Ja, hij kan dus, zoals de Engelsen zeggen, back-to-back een CSI 3-ster op zijn naam schrijven. En hij behoort echt tot een van de serieuze favorieten voor die mooie Mercedes CLA die hier voor de winnaar klaarstaat. Meteen de eerste lijn al mooi naar voren gereden. Paard heeft veel galop. Blijft goed op de been in deze korte wending. Cassallo, zeer ervaren paard. Toch zie je dat de Italiaan Bucci niet het uiterste vraagt. Heeft al 4 strafpunten nu op zijn konto staan. Ja. Paard verkrampte wat van achteren, maakte daardoor de springfout. Hij rijdt nu dan ook niet meer helemaal voor de tijd, krijgt er ook nog een fout op die Rudolfstijl. En dan is het 8 strafpunten in 44-83 voor Pier Giorgio Bucci. Nu voor Zweden Alexander Zetterman met Cardento nakomeling Cavino. Foutloos blijven brengt hem dus al sowieso de 4e plek in deze grote prijs van Twente. Maar de top 3 verdient een auto. Ja, en de eerste hindernis valt gelijk al. Je zag Alexander al omkijken nadat hij hindernis gesprongen had. Een beetje verbaasd, want het was een heel zacht tikje. Maar ook zachte tikjes kunnen grote gevolgen hebben. 4 strafpunten dus meteen al op hindernis 1 voor Alexander Zetterman. Bijzonder spijtig. Ja, nu is het wel zaak om de rest te laten liggen. Dan is in ieder geval de 4e plek al sowieso voor hem. En zal het overige deelnemersveld uitwijzen of hij ook naar huis gaat met een mooie Mercedes. Ja, dit vergroot natuurlijk wel de kansen voor de Nederlandse combinaties die ons nog te wachten staan. Met name Gerben Morsink met Faithful, de lokale favoriet uiteraard. En Jur Vrieling en VDL Sirocco Bloem. Maar eerst dan Gerber Morsink met de zelfgefokte Faithful 4 Keeps Mal Amor. Dat zou wel een stunt zijn, Dirk Willem, als deze combinatie hier met de winst naar huis gaat. Ja, een ongelofelijke stunt. Maar je moet ook ongelooflijk respect hebben voor deze ruiter. Gerber Morsink. Kort geleden afgestudeerd aan de universiteit hier in Twente. Eigenlijk een soort amateurruiter in de zin van dat hij niet in staat is om, zoals de meeste ruiters op CSI 3 niveau, weekend aan weekend aan deze sport deel te nemen. Hij doet dat met zelfgefokte paarden. Ik ken weinig voorbeelden in de wereld die dat voor elkaar krijgen. Diep, diep respect voor Gerben en zijn familie die deze paarden ook voortbrengt. En ik zou het geweldig vinden als hij in een Mercedes CLA naar huis zou rijden. En dat zou hier heel dicht in de buurt zijn, want het is natuurlijk een lokale favoriet hier. Ja, foutloos blijven, dat levert hem in ieder geval een Mercedes op. Welke type dat gaat worden, dat is dan nog even onbekend. Voorlopig blijft hij foutloos. Met een altijd goed springende Faithful. Een zeer goed paard. Halfbroertje van beroemde paard onder Gerber Morsink, Cartino. Maar nu eigenlijk al, ik denk wel net zo succesvol als het niet succesvoller is dan die Cartino. Faithful dus. Nog 1 hindernis verwijderd van een Mercedes. Gerber Morsink en Faithful. Blijven ze foutloos? Dat blijven ze. En dat doen ze in 48-75. Hij gaat in ieder geval naar huis met een Mercedes. En hij is werkelijk uitzinnig, deze Gerber Morsink. Nu voor Italië, Marco Porro. En hij rijdt Colombea. Een 10-jarige flashy maal luxe. De tijd van Gerber Morsink was dus 48-75. Ja, en ook aan dit paard zit een Twents verhaal terwijl er een balk rolt. Wat betekent dat Gerber Morsink dus in elk geval of een CLA of een Mercedes A gaat winnen.
Maar goed, ook een Twents verhaal aan dit paard, want gefokt door de eigenaar Hans Horn. Ja, Gerber Morsink, die wordt wel blij, denk ik, van dat balletje van Marco Porro. Natuurlijk, sportief moet je altijd blijven. Maar ik denk dat je toch wel in je handjes knijpt als de concurrentie een balk laat vallen. Een bizarre wedstrijd, Peter, maken we hier mee. Maar ook toch ook wel sensationeel het verloop van deze wedstrijd. Met die vijf foutlozen voor de pauze. Die hier strijden om de Mercedes'en. Met vier strafpunten voor de Italiaan in 49,87 honderdste seconde. Ja, als je de barragekandidaten van tevoren had bekeken, dan zou je eigenlijk je geld direct zetten op Jur Frieling. Ja, Pier Giorgio Bucci natuurlijk ook een heel grote kans hebben vooraf. Maar voor Nederland in ieder geval de grootste kans hebben vooraf. Jur Frieling met VDL, Sirocco Blue en OP. En het is nu zaak om foutloos te blijven en sneller te gaan dan 48,75. Ja, en die grote kansen die kun je Jur Frieling en Sirocco Blue toedichten. Omdat ze ongelooflijk veel in hun mars hebben. Eigenlijk alles aan kunnen, ook snel kunnen zijn als het moet. Maar ook omdat ze de laatste combinatie zijn. Dus Jur kan nu een bekeken rit rijden. Hij weet precies wat zijn grote concurrent Gerber Morsink heeft gedaan. En hij hoeft er alleen maar een klein schepje bovenop te doen. Belangrijkste is dat die palen blijven liggen. Want het gaat nu om de overwinning in de grote prijs van Twente. Het gaat nu om de Grolsprijs. En het gaat om een prachtige Mercedes. En wie gaat het worden? Gerber Morsink. Of toch Jur Frieling? Voorlopig blijft hij foutloos. En ik denk dat hij sneller is dan Gerber Morsink. Maar nog één hindernis verwijderd. 48,75 de tijd. Ja, dat gaat hij halen. Maar nu moet hij foutloos blijven. Jur Frieling wint de grote prijs van Twente. De Grolsprijs dus voor Jur Frieling en VDL Sirocco Blue NOP. Een winnaar waar je trots op kan zijn. Jur Frieling en VDL Sirocco Blue NOP. Op de tweede plaats Gerber Morsink. De derde plaats is voor de jonge Zweed Alexander Zetterman. En op de vierde plaats zien we Marco Porro met Colombia. En dan de vijfde plaats voor nogmaals een Italiaan, Pier Giorgio Bucci. Gerber Morsink, ja, een glimlach van oor tot oor. Terecht, denk ik, hè? Want een tweede plek hier op het CSI, dat had je niet verwacht. Zeker niet. Nee, dat is gewoon hartstikke gaaf. En ja, ik had gewoon gehoopt de grote prijs nul te rijden. Dat lukte. Nou, dat was in eerste instantie mijn enige eerste doel. En dan, ja, dan ga je nadenken, nou, een beetje snel in de barrage en dan foutloos. En dan nou, kijk hoe ver je kunt komen. En ja, supermooi om dan tweede te worden. Dus geweldig. De nummers 1, 2 en 3. Jur Frieling, Gerber Morsink en Alexander Zetterman. Nou, heerlijk wortelen. Dames en heren, applaus. Jur Frieling wint de Grolsprijs Grand Prix of Twente.